Zoutkamp is een pittoresk dorpje in gemeente Het Hoge Land, helemaal boven in Nederland en gelegen aan de voet van het Nationaal Park Lauwersmeer. Vroeger heerste Zoutkamp over de stad Groningen. Zoutkamp was een bolwerk dat met een kanon de schepen van en naar Groningen kon tegenhouden. Zoutkamp was door zijn ligging zowel van militaire betekenis als van belang voor de kustvisserij. Vissersschepen voeren af en aan. In 1576 werd hier door de Spanjaarden, die toen in de Nederlanden de baas waren, de militaire schans Zoltekampen gebouwd aan de monding van het Reitdiep in de Lauwerszee. De schans was voor Willem van Oranje van groot belang om de aan- en afvoer van en naar Groningen te dwarsbomen. In 1581 werd Zoutkamp door troepen van het Staatse leger ingenomen. Later kwam de schans echter weer in Spaanse handen. In oktober 1589 lukte het graaf Willem Lodewijk van Nassau met behulp van 1600 soldaten de schans weer te heroveren. De slag om Zoutkamp duurde 5 dagen. In de eeuwen hierna waren de inwoners van Zoutkamp grotendeels afhankelijk van de visserij. De vis werd over het Reitdiep verscheept naar Groningen en daar verkocht. In 1859 werd de Hunsingo-sluis in het nieuwe Hunsingo-afwateringskanaal in gebruik genomen. Hierdoor verbeterde de bereikbaarheid van Zoutkamp voor de scheepvaart. Tussen 1887 en 1969 vertrok de veerboot naar Schiermonnikoog vanuit Zoutkamp. Toen de Lauwerszee in 1969 werd afgesloten en de Lauwerszee in het Lauwersmeer veranderde, betekende dit voor Zoutkamp een rigoureuze omwenteling. De vissersboten moesten verhuizen naar de nieuwe haven Lauwersoog. Omdat de meeste vissers in die jaren geen auto's en rijbewijs hadden, bracht deze ingreep grote logistieke problemen voor de visserijbevolking met zich mee. Zoutkamp is uiteindelijk alle tegenslagen te boven gekomen. De jachthaven heeft de plaats ingenomen van de visserijhaven. Door omvangrijke sloop in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn er in Zoutkamp relatief weinig historische panden meer over.